Ja, hier is hij dan. De beloofde ontmoeting van Martijn van Staveren met Jezus Christus. Het is een audioopname van een derde educatiedag in Kerkenveld. En de audioopname op zich die gaat al iets over de 10 minuten, dus ik hou het hier heel kort. Het is een ervaring die zit in het vlog Hoed u voor potentiële wolven in schaapskleren. Dus het geeft al wat aan van de richting van zijn ervaring. Ja, ik wil daar wel aan toevoegen. En dat het met het grootste respect is en warme gevoelens voor alle religieuze mensen en groeperingen. Ja, ik heb een aantal afbeeldingen bij de audio gekozen die het verhaal ondersteunen met beeld. Daar heb ik overigens helemaal niet overlegd met Martijn. Dus die weet helemaal niet wat voor afbeeldingen erin zitten. En wellicht representeert het ook totaal niet wat zijn beeld is van hoe dat is. Maar heb je in ieder geval wat leuks om naar te kijken. So without further ado, hier komt Martijn. Dus of ik iets wil delen van waarin ik heb ervaren wanneer een manipulatie is of wanneer het echt is. Nou, ik was een jaar of, even terug, ik kan niet dat het heel erg belangrijk is hoe oud het precies was, maar ik vind het voor mijn gevoel heel belangrijk. Ja, ik was 12 jaar. En toen ik 12 jaar was, toen werd ik op een gegeven moment fysiek meegenomen. Ik werd neurologisch ontvoerd. Ik werd eerst gehackt in mijn brein. Waarbij mijn lichaam werd overgenomen en bestuurd werd door een ander super geavanceerd ras. En ik werd letterlijk fysiek meegenomen. Ik werd door de muur meegenomen naar buiten. Het was midden in de nacht. Ik was volledig buiten, bij bewustzijn. Het was een heftige gebeurtenis. En wat ik al vertelde, ik was en ben mij bewust van dat ik zelf toesta wat er wel niet gebeurt. Dus ik gaf een command dat datgene wat ze allemaal onderzochten, dat ik dat stopte. Dat gebeurde dus ook. Ze probeerden dus ook nog van alles te doen om het wel in beweging te zetten, maar dat gebeurde niet. Dat lukte niet. Toen werd ik vervolgens teruggebracht naar mijn... Het waren hele schrikachtige reacties met hele rare piepende, lichtkrijzende geluiden wat die wezens gaven, uit angst voor die kracht die er is. En ik zond hen vanuit geruststelling van wees niet bang. Het enige wat ik doe is zorgen voor mezelf. En ik zal jullie op geen enkele manier in een zorgwekkende situatie brengen. Dus als kind voel ik dat gewoon. Ik vertaal het nu in deze woorden. Maar door de snelheid en de angst van die wezens zelf en de agressie ook die daarmee gepaard ging, werd ik heel snel in mijn bed geduwd. Supersnel. Dus, en terwijl ik in het bed werd geduwd, ik werd eigenlijk ingeklapt, gebeurde er iets in mijn nek. En toen krakte mijn nek. En het was alsof, ik hoor het nu nog, twee enorme takken door midden braken. Krak, krak was het. En vervolgens lag ik in mijn bed en ik was helemaal verlamd. Mijn handen konden wel bewegen, maar mijn nek helemaal niet. Dus ik heb dan de hele nacht, ik kon nog niet praten, mijn stem deed niet. De hele nacht heb ik gewacht tot het licht zou worden. En ik had een pijn. Ik hoefde bij de minste beweging in mijn nek, alleen al het denken aan mijn nekbeweging, zorgde voor een onvoorstelbare pijn in mijn nek. En toen ben ik, uiteindelijk is mijn moeder natuurlijk 's morgens gekomen en ik heb dus 3 weken lang heb ik zo gelegen. Niemand kon achterhalen wat het was. Dus er was iets beschadigd daarin. Tijdens die 3 weken werd er een poging gedaan om mijn mind te hacken weer opnieuw. En zo ging ik op een middag ging ik uit mijn lichaam omhoog. Ik lag dus natuurlijk in mijn bedje. Ik had zo'n metalen opklapbedje met van die gordijntjes. Dat was vroeger helemaal in. Hoef je vandaag de dag niet meer mee aan te komen. Maar toen was je helemaal het mooiste bed van de buurt. En ik ging omhoog. Ik ging uit mijn lichaam. En ik zie mijzelf liggen. En in dat moment voelde ik van, oh heerlijk, mijn nek doet het weer. Ik kon me helemaal gewoon bewegen. Ik zit gewoon in mijn lichaam. Ik zie mijn lichaam licht. Toen ging ik helemaal omhoog door het gebouw omhoog. Toen ging ik omhoog van de aarde af en ik zie dus dat de atmosfeer, dat wordt donkerder, dus de lucht. En ik voel en zie dus ook, ik ga van de aarde af en dan werd het helemaal zwart. En ineens zie ik alle sterren. En ik kijk om en ik zie dus de aarde. En ik vind het volkomen normaal, maar ik merk wel dat ik een sensationeel gevoel heb van een verwondering van hoe mooi dat is. En ik ga vervolgens verder omhoog en ineens komt er een licht en komt er een soort persoon. Een man naar mij toe in een gewaad, die mij gerust wil stellen dat alles wat er gebeurd is, hè, dat is allemaal, hè, je hoeft niet bang te zijn, het is een onderdeel van een afspraak die je hebt gemaakt, op niveau van, ik kan een heel programma, en die persoon kon het gezicht maar niet zien. Hè. En ik zag dus gewoon met lang haar, hè, een gewaad, met ook een soort touwen en sandalen, heel mooi, met veel licht. En op een gegeven moment gaf ik dus aan van, nou, ik wil wel zien wie je bent, wie ben jij dan? Wie ben jij dat jij
dat aan mij kon vertellen. Want ik weet, ook al dat ik niet weet hoe het werkt, ik weet dat ik onsterfelijk ben. En toen werd het beeld sterker en toen ging het licht daaromheen, zwakte een beetje af en toen zag ik dus dat het Jezus was. En ik kijk dus naar Jezus, naar hem in zijn gezicht. En ik word vervuld door de schoonheid en de warmte die in het programma ligt opgeslagen, wat een mens ervaart bij dat concept. En terwijl dat gebeurde, wist ik ook dat het gevoel wat ik voelde in mijn systeem, in mijn lichaam, ik voelde dus door die observatie buiten mij, daar heb je hem weer, hè, kwam hij dus ook in mijn bewustzijn. En ik voelde dat Jezus, en ik heb het puur specifiek, hè, voor de mensen die daar anders in kijken, ik heb het puur over die gebeurtenis. Dus of het dan de echte Jezus is, wel of niet, laat ik in het midden. Of er een echte Jezus is, laat ik ook in het midden. Maar stel dat er wel een echte is, ik heb het dan eventjes puur over deze ervaring. Met alle respect voor ons allemaal. Deel gewoon wat ik te delen heb. En ik zie Jezus en ik voel in mijn hele bewustzijn zo ongelooflijk veel prachtige energie. En zoveel kracht en zoveel liefde en zoveel bescherming. En ik werd daar gewoon door meegevoerd. Ik gaf mij over aan die kracht. Net als de overgave bij het overlijden. Ik voelde gewoon dat ik eigenlijk, het was de keus, ga je erin mee of niet? En dat moment dat drong bij me binnen. Zo krachtig. En het was ook zo ontzettend fijne kracht. Zo fijn. Het drong bij me binnen. Ik ging er helemaal in mee. En terwijl dat gebeurde, dacht ik ineens heel sterk aan mijn nek. En doordat ik heel erg met mijn bewustzijn naar mijn nek schoot, schoot mijn bewustzijn weer terug in mijn lichaam. En terwijl dat dus gebeurde, voelde ik, door met aanwezigheid in mijn lichaam te zijn, voelde ik ineens het verschil tussen mijn eigen autoriteit en dat veld wat binnendrong, wat mij wilde laten voelen van, kom maar mee. Kom maar. Kom maar. Wij houden van jou. En in dat moment dat gebeurde, kon ik dus het wezen aankijken. Het was voorkomen zoals we dat allemaal ook zien. Hè? En in dat moment keek ik en toen zei ik, niet met woorden hoor, ik zei representeer de force in energie. De kracht binnenuit. De mana riep ik aan. Woem, daar was hij. Een gigantisch bewustzijnsveld, explosie vanuit mij als kindje, als wezen. Hè? Zo groot, zo groot. En toen wilde ik één ding. Ik vroeg gelijkwaardigheid. Mana ontmoet mana, energie. Scheppende wezen ontmoeten elkaar. En in dat moment was het flink raar. Er werd een agressie op me afgestuurd van de ontmaskering. Waar ik het lef van haalde, vandaan haalde. Om mij op gelijke voet te stellen van de Christusenergie. Ik kreeg alles door me heen. En in dat moment werd ik uit dat lichaam getrokken. Terwijl ik dus al op de aarde uit mijn lichaam was. Werd er uitgetrokken en ik werd zo dwars door een zwart vlak heen geslagen. Echt een vlak. Boom! Alsof ik door een zwarte betonnen muur heen vloog. En ik kwam in een andere ruimte terecht. En daar draaide ik zo half rond, liggend, op mijn rug. En ik zag alleen maar sterren. En toen werd er tegen mij gezegd van, dat ik daar over mijn zonde kon nadenken. En ik dreef en ik draaide in een rond. En ik kreeg steeds weer reminders vanuit mijn lichaam. En je kunt hieruit komen. Maar dan moet jij eerst. Dus ik werd steeds weer geconfronteerd met die kracht die ik net buiten mezelf had gezien. En dat heb ik niet gedaan. Ik heb daar ook ongelooflijk lang gelegen. Ik vond dat op dat moment een hele traumatische ervaring. Want er kwam namelijk geen eind aan. Als we spreken over besef tijd, dan weet je, onder hypnose kun je dus 10 jaar meemaken en je bent misschien 3 seconden of 3 minuten onder hypnose. Ja. Voor mij was dat 250 jaar. Het was ongelooflijk lang. Ik maakte mij zorgen als kind op een bepaald moment van als ik straks terugkom, dan wonen mijn ouders dan niet meer. Dus alles weg. Zo lang duurde dat. En toen wist ik van, oh nee, dit is precies de poging. Nee, ik weet dat ik nu moet gaan denken, volgens dat concept, moet me overgeven. Dus de maximale kracht werd ingezet. En ik lag zwevend op mijn rug en ik draaide in de ronde, zo. In de ronde draaide ik. En ik keek op een gegeven moment, ik kijk natuurlijk naar boven, en ik zie al die sterren, zie ik. En terwijl ik ging staren, na een lange tijd ging staren, doordat ik draaide, gingen die sterretjes, die gingen lijntjes worden. Door draaien, hè? Kun je je voorstellen?
En doordat ik lang ging staren en ook ik vermoeid raakte daarvan, zie ik op een gegeven moment alleen nog maar lijntjes. Ik zag alleen nog maar lijntjes. En terwijl ik naar die lijntjes keek, deed ik mijn ogen dicht. Toen besloot ik dat ik de lijntjes van buitenaf ook in mezelf zag. En terwijl ik die lijntjes in mijzelf zag, ik stelde me dat zelf voor, besloot ik met mijn vermogen in mezelf dat die omgeving, waar ik dus ogenschijnlijk in aanwezig was, in mijzelf stopte. En het stopte. Ik stelde me voor dat het stopte. En in dat moment kwam er een knal, een explosie. Ik vloog uit die ruimte, dwars door die muur, ging de andere kant uit. En ik vloog achterstevoren, zo dwars, supersnel, naar beneden door de dampkring. Boom! En toen kwam ik weer terug in mijn lichaam. Als jij nou vraagt, van, ja, hoe weet je dat? Ga nooit akkoord met iets wat groter is dan jezelf. Alles wat zich representeert als grote, kunnen twee dingen natuurlijk zijn. Het kan zijn dat jij in je persoonlijkheid zit en het gevoel hebt dat een andere groter is, dan die je daar dus alert in te zijn. Het kan ook zijn dat het andere zich groter wil laten zien om jou te overroelen op een liefdevolle manier. Scheppende wezens, ongeacht de graad van bewustzijn, hebben nooit, interveneren nooit, overroelen elkaar nooit. En als er contact is, is dat contact 100% gelijkwaardig. En wezens die dus een andere agenda hebben, zullen nooit vanuit gelijkwaardigheid het spel gaan spelen. Omdat als ze zich gelijkwaardig opstellen, ontstaat er dus een energie waardoor zij niets kunnen. Dus er zal altijd, altijd een verschil zijn. En de grootste boodschap voor de mensen is dat zij dus gaat ontdekken dat zij dus letterlijk God representeert. Dus de kracht van al het leven. En wij mogen daar dus een command in geven, een daadkrachtige energie in geven, een instructie vanuit liefde, die mogen wij brengen vanuit kracht, vanuit samenwerking in die energie en het dan loslaten. En dat begint dus bij onszelf. Nou, die wil maar op deze manier op reageren. Oh. Het gaat heel diep hoor. We zullen allemaal ontdekken dat liefde heel veel verschillende vormen kent. Ja. En dat onder de vlag van de liefde de grootste mis- en afleiding plaatsvindt. Want de waarachtige liefde die in jou ligt, die kun je pas buiten jezelf ontmoeten als je binnen in jezelf durft te veronderstellen dat die er is. Hoe groot je bent. En dan kom je eigenlijk in het oorspronkelijk alheliend bewustzijn. En dat is waar de wezens vandaan komen, die hier zijn neergezet als Christus. Hè? Dat we ons kunnen herinneren, waar ook allemaal herinneringen van zijn. Maar het is eigenlijk een gigantische cluster van bewustzijn wat in het programma aanwezig is, wat niet gezien mag worden, zodat er geen gelijkwaardigheid tussen jou ontstaat en die wezens. Want dan ga je namelijk de identificatie, ga je identificeren, je voelt die verbinding van die gelijkwaardigheid. En dat voelen wij met elkaar ook. Wij zitten hier vanuit een volkomen gelijkwaardige positie. Allemaal. En daarom hebben we het ook goed en fijn met elkaar. Ja, ik weet nog dat Martijn ooit aankondigde dat hij een ontmoeting met Jezus had gehad. En ik had me daar wel een bepaald gevoel bij, een bepaald beeld bij. Ik denk, nou, ik ben toch wel heel benieuwd hoe die ontmoeting is geweest. Maar dit was niet iets wat ik erbij had verzonnen. Ja, stof tot diepe bezinning. Ja, in het laatste, derde deel van dit vlog, hoe toe voor potentiële wolven in schaapskleren, deel ik nog 3 korte verhalen met je die ik heb gehad met readers en healers. En geef ik ook een update over mijn vast. Vond je dit nou een waardevol vlog? Doe even een duimpje op YouTube. Wil je mijn ontdekkingstocht toch verder volgen? Abonneer je op het YouTube kanaal van Earth Matters of op de nieuwsbrief van Earth Matters. Nou, ik vind het tof dat je kijkt. Ik vind het heel erg leuk om de reacties te lezen en te horen wat het allemaal met jullie doet en wat je zelf doet. Dus dankjewel voor het kijken en ik zie je graag aan de andere kant.